De geloofwaardigheid van je tekst versterken is de volgende stap. Elke bewering die je doet die belangrijk is voor de geloofwaardigheid van je verhaal, moet je onderbouwen met feiten, argumenten en voorbeelden. Hoe doe je dat nou? Je ziet hier een kort tekstje over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch kunnen we hier het een en ander op aanmerken. Je ziet dat de tekst nu al geloofwaardiger overkomt. Overigens zullen we over correcte bronvermelding in blok 2 verder spreken. We gaan nu wat dieper in op deze stap van het geloofwaardig maken van een tekst. We nemen een uitgebreid voorbeeld dat we stap voor stap gaan uitwerken met een schema, met behulp van signaalwoorden en door het concreet te maken voor de lezer. U zult vanzelf zien hoe dit gebeurt. Om je te helpen bij het geloofwaardiger maken van een tekst, is het misschien handig wanneer je een redeneerschema maakt. Dit heeft een aantal duidelijke voordelen. We gaan even terug naar de tekstopzet die we hadden, of althans een deel daarvan. Je ziet hier dat bij 3.1.4 samenwerking met het theater zou worden uitgeschreven. Stel nou dat je daar beweert dat het restaurant zou profiteren van de samenwerking met het theater. Je verwacht misschien al de kritische blik van de docent, die met een aantal vragen zal komen. En misschien heb je moeite om goed uit te leggen waarom dat zo goed is, die samenwerking, of wat misschien de nadelen ervan zijn. We gaan een schema maken bij deze stelling. Het restaurant zal profiteren van de samenwerking met het theater. We maken het schema omdat we de lezer ervan willen overtuigen dat dit zo is. We verzinnen één hoofdreden en een tweede hoofdreden. We willen ook vast vooruitlopen op kritische vragen, dus we verzinnen ook twee bezwaren. Je kan je voorstellen dat de hoofdredenen en de bezwaren zelf ook weer onderbouwd worden door redenen. Elke kolom staat eigenlijk voor een alineaatje in een tekst. De laatste reden gaan we weer leggen met een bezwaar. Dit doen we ook met de reden van het andere bezwaar. En onze weerlegging gaan we weer onderbouwen met twee redenen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we kritische vragen voor zijn of dat we kritische vragen kunnen beantwoorden wanneer ze worden gesteld. Als je zo'n schema hebt gemaakt, wat best een karwei is, omdat je daarvoor wat onderzoek moet doen of goed je fantasie moet gebruiken, wordt het tijd om te gaan naar een tekstopzet. Zo net zei ik dat elke kolom in het schema uiteindelijk een alinea zou worden. Hier is dat weergegeven door de pijlen. Elke paarse pijl wordt een alinea. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben hier de stelling. En we hebben hier de namen van de pijlen. Want 1, want 2, maar 1 en maar 2. Want 1 en want 2 staan voor de hoofdredenen en maar 1 en maar 2 staan voor de hoofdbezwaren. Laten we die erin zetten. Dit is dan de tekst die we krijgen. Je ziet dat de hoofdredenen vooraf worden gegaan door een groene wand en dat de hoofdbezwaren vooraf worden gegaan door een rode maar. We kunnen nu bij elke alinea de rest van de pijlen invullen. Weer zie je dat elk groene vakje veranderd is in een zin die begint met een groene wand en elk rode vakje veranderd is in een zin die begint met een rode maar. Natuurlijk is het handig om wat variatie aan te brengen. In plaats van in elke zin wand te zetten of maar, hebben we daar een aantal synoniemen voor.
In het groene vakje zie je een aantal synoniemen voor want. En in het rode vakje zie je een aantal synoniemen voor maar. Laten we ze invoegen. Je ziet dat de tekst nu al iets meer variatie krijgt. Maar het is nog niet voldoende. Het is namelijk ook handig voor de lezer wanneer je signaalwoorden gebruikt die aangeven wat de functie is van de alinea binnen de hele tekst. We gaan even terug naar het... Daarstraks zei ik al dat elke kolom staat voor een alinea in je tekst. Voor de lezer is het makkelijk wanneer je aangeeft wanneer je van de ene kolom naar de andere kolom gaat. Dat kan door woorden zoals bijvoorbeeld ten eerste, ten tweede en zo verder. Je zou ook woorden kunnen gebruiken als aan de ene kant en aan de andere kant. Soms hoef je alleen maar het woordje en te gebruiken. We doen dit nu ook voor de tekst die we hebben geschreven. Je ziet dat de tekst voor de lezer nu een stuk makkelijker wordt om te begrijpen. We zijn eigenlijk al bijna klaar. We hebben nu al een vrij begrijpelijke en geloofwaardige tekst voor de lezer. Wat ik nog wil meegeven aan jullie is dat je moet zorgen voor een goede inleiding en dat je ervoor moet zorgen dat de lezer een duidelijk beeld krijgt van wat jij bedoelt.